Nou, de hele terminologie van de Bijbel is family. Hij is vader, en dus zoon, bruid, gezin, kinderen. Dus de terminologie die God hanteert is family-oriented. Ja. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, hij is de God van de generaties. Dus je staat niet op jezelf. Het is niet alleen maar een soort individueel geloof. Natuurlijk moet je kunnen zeggen, mijn vader, voordat je ook kunt zeggen, onze vader. Want ik kan niet onze zeggen als ik ook niet kan zeggen mijn vader. Maar het gebed wat hij ons leerde is niet mijn vader die in de hemel is. Ja. Maar onze vader. Dus vader verbindt ook ons aan elkaar. Daarom is het leren kennen van God als vader zo belangrijk.